Elk jaar een andere trend. En ieder seizoen een kast vol nieuwe kleren. Het leven is een droom als blue jeans soepel langs goed gevormde dijen vallen. En schoenen van het juiste merk de aarde vederlicht beroeren. Verleidelijke reclames van merken als Nike en Levi's scheppen een illusie van vrijheid en genot. Ze worden gretig geconsumeerd en garanderen jaarlijks enorme winsten. Hier in Frankrijk worden ze nog gemaakt in Rijssel. De originele Levi's spijkerbroek. Maar tussen droom en werkelijkheid gaan praktische bezwaren schuil. Want verreweg de meeste kleding wordt onder erbarmelijke omstandigheden gemaakt in lage lonenlanden als Polen, China en Bangladesh. 95. De arbeidsters daar krijgen slechts een fractie van wat wij ervoor betalen. Professor Doom van de Universiteit van Gent. Die dure prijzen, of die relatief dure prijzen, zijn natuurlijk een gevolg van de logica van het kapitalisme. Namelijk, je produceert waar het zo voordelig mogelijk is, onder meer waar de kosten zo laag mogelijk zijn. En je verkoopt natuurlijk daar waar er koopkracht is. Dus zolang dat wij het kunnen kopen aan relatief hoge prijzen en zij het kunnen produceren aan relatief lage kosten, is het voor hen natuurlijk een paradijs. Workers right! Human rights! Workers right! Human rights! Workers right! Human rights! De schone klerencampagne vestigt de aandacht op kleding die bevlekt is door kinderarbeid en beroerde werkomstandigheden. Uw aandacht voor de nieuwste etalage hier in de Kalverstraat. U kunt daar zien hoe wat ons betreft het werk achter het merk echt gedaan wordt en wat daaraan moet gebeuren. Tijdens een tour door Europa staan arbeidsters en vakbondsmensen uit Zuidoost-Azië de pers te woord. In Frankrijk begon de campagne met een kaartenactie. Daarna volgden ook Engeland, België, Nederland en Duitsland. Sie arbeiten für wenig Geld, passiert ein Unfall auch in Fabrik, aber dann organisieren die Arbeiterinnen sich und kommt es ein Kodex für bessere Arbeitsbedingungen. Und am Ende sehen wir, dass sie eine Gewerkschaft in Fabrik haben. Und das ist ein van de deelnemers aan de campagne is Amirul Amin uit Bangladesh. Karon, apnara je kapot byabohar korchen, ei kapot ti muloto amader Bangladesh ebong Asia theke prostut kora. Je kapot apnara byabohar korchen, sei kapot je shromikera prostut kore, tara kon obosthar moddhe prostut kore, tader sei obosthar somporke apnader khoj khobor rakha uchit bole amra mone kori. In Bangladesh bestaat een lange vakbondstraditie, maar in de kledingindustrie is daar weinig van te merken. Fabriekseigenaren maken gebruik van de onwetendheid van de vrouwen die in de fabrieken werken. Een van de demonstranten is mevrouw Rahima. 7 dagen per week vertrekt ze voor dag en dauw uit de sloppenwijk waar ze woont. Ze heeft geluk, want ze heeft werk. Veel Bengalen hebben geen baan en dus ook geen inkomen. Daka, 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 daka. Meer dan 1 miljoen mensen, vooral vrouwen, werken in de kledingindustrie. Kledingfabrieken zijn de laatste 15 jaar overal als paddenstoelen uit de grond geschoten en leveren inmiddels 2/3 van de totale export van Bangladesh. Mevrouw Rahima is blij dat ze een baan heeft, maar ze is niet zonder zorgen. Een vrije dag per week.
Dat is een van de eisen van de vakbond om de werkdruk te verlichten. Eén vrije dag naast al het overwerk dat in de fabrieken zo vanzelfsprekend is. Geen vrouw wordt ooit gevraagd of ze het kan combineren met de verzorging van haar kinderen. Kalilur Shuduri is voorzitter van de werkgeversorganisatie. In Bangladesh, the workers they like to work. Definitely, everybody tries to get more overtime. But from the association and also from the government as a owner of an unit, myself also we know that if the worker is exhausted, works longer hours, then next week they will be less efficient. So for the benefit of everyone, we like to keep these overtimes daily, not more than 2 hours. Iedere morgen fietst Amirul Amin door de kleine straatjes van Dhaka naar zijn kantoor. Amin studeerde rechten en is advocaat. Halverwege de jaren 80 besloot Amin een vakbond op te richten voor de kledingindustrie. De meeste vrouwen die er werkten waren niet georganiseerd. Vanuit een piepklein kantoor met een gordijn als deur en een ventilator als enige luxe behartigt Amin de belangen van zijn leden. Velen hebben zich inmiddels aangesloten. Ook al is het lidmaatschap van een vakbond niet zonder risico. The management do not allow to form any registered union. For this, when the workers they take initiatives to form a union, if the management inform somebody of his factory are trying to form a union, those workers lost their job. It is the first reaction of the management. Second reaction, the management tried to hire musclemen to threat the workers not to form any union. Het is 10 uur in de avond. Michou, medewerkster van de vakbond, bezoekt een fabriek waar zojuist 15 mannen en vrouwen op staande voet zijn ontslagen. Hun geduld was op. Na lang maar tevergeefs wachten, eisten ze nu hun achterstallig loon op. বলতাছে আমরা নাকি আপনাদের সাথে জড়িত আছি, মালিক এই কথা বলছে যে আমরা আপনাদের সাথে জড়িত আছি, এবং কি ইউনিয়ন বলে আমরা করতে যাইতাছি আপনাদের সাথে জড়িত, এইভাবে আমরা বলে আপনাদের সাথে জড়িত ই করলে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাবো, মালিক হয়ে যাবো বা বাংলাদেশ এরও নষ্ট হয়ে যাবো, এই সমস্ত ভয় ঠেয়ে দেখানো হইতেছে। তারপর বলতেছে যে তোমরা আমরা রাখুম না, তোমরা এই সমস্ত কাজ করছো কিন্তু আমরা আপনাদের সাথে জড়িত না, তবুও তারা বলে আমরা আপনাদের সাথে জড়িত দেখা আমাকে বাইর করে দেওয়া হয়েছে। Kalilur Shuduri, de voorzitter van de werkgeversorganisatie, is zich van geen kwaad bewust. Trade unionism in Bangladesh is free and everybody is in liberty. I think about 21 members are required to form a trade union in a unit, government unit, and normally one trade union is allowed. Wie voor zijn rechten op wil komen, kan zijn gang gaan, aldus de werkgeversvoorzitter. Maar de ontslagen werknemers staan op straat, met lege handen, want van een werkloosheidsuitkering heeft niemand ooit gehoord. In Duitsland wordt gedemonstreerd. De sociale zekerheid die daar nu nog bestaat, wordt volgens de demonstranten stap voor stap ontmanteld. Ik sta hauptsächlich hier, dat men mij niet nog meer wegneemt. Ik ben ook familienvater met 4 kinderen. Dat ik ook in toekomst mal krank werden darf of kan, wenn ik mal krank ben, dat ik niet
werde, dass ich nicht bestraft werde und mit 20% weniger Lohn nach Hause gehen muss. Zal de vakbond hier zich druk maken over de vakbond daar? Professor Doom. En ik denk dat een deel van de welstand van de Hanse bevolking en dus ook van die arbeiders een gevolg is van ongelijke wereldverhoudingen. En dat vakbonden daar op een bepaald ogenblik tussen hamer en aanbeeld zitten. Naarmate dat het hier, laten we zeggen, economisch slechter gaat, kan je natuurlijk niet hebben dat vakbonden gaan zeggen, we gaan eerst de belangen van de arbeiders in Bangladesh verdedigen en dan gaan we eens kijken wat er nog overblijft voor de arbeiders hier. Zo wordt het niet gespeeld, denk ik. De Duitse demonstratie trekt aan vakbondsman Amin voorbij. Waar hij in Bangladesh strijdt voor de opbouw van sociale zekerheid, wordt hier gedemonstreerd tegen de afbraak. Zullen de arbeiders hier en daar zich dan alsnog verenigen? Of blijft het hem toch nader dan de rok? Diegenen die gaan inleveren, hier in West-Europa, zullen in de eerste plaats, vrees ik, de onderste lagen van de bevolking zijn. En ook daar moeten we iets aan doen. Er is, als je het heel breed kan zeggen, eigenlijk een belangenvermenging tussen arbeiders hier, arbeiders ginder. Maar dat komt er niet uit, omdat je die nationale belangen hebt die dat voor een stuk camoufleren. De overheid in Bangladesh is er veel aan gelegen om kledingfabrikanten geen stroopreed in de weg te leggen. Met gunstige vestigingsvoorwaarden en een niet al te streng toezicht op arbeidsomstandigheden. Garment is the main resource of our earning, I mean national earning. For this, the attitude of the government and the government bodies and concerning labor department and concerning industry and workers, everybody, they are sympathetic to the owners, not too sympathetic to the workers. Their attitude is that don't disturb the garment owners or the management, as because they are earning some money for Bangladesh. Om investeerders niet voor de voeten te lopen, worden wetsovertredingen door de vingers gezien. Dat geldt ook voor kinderarbeid. Volgens de wet is arbeid van kinderen onder de 14 jaar verboden. Toch werken er nog veel in de kledingindustrie. Voor westerse inkopers is dat een reden om niet meer met een bedrijf zaken te willen doen. De publieke opinie in het Westen zou er schande van kunnen spreken. Tienduizenden kinderen werden hierdoor massaal ontslagen. Als we dan met z'n allen dan toch tegen kinderarbeid zijn in derde wereldlanden, dan moeten we ook iets doen dat die kinderen niet van honger omkomen en dat het gezin een minimum bestaan heeft. Anders hebben we niks opgelost. Je kan het dikwijls gaan merken in die streken zelf, dat mensen zeggen, ja, we worden uitgebuit, ja, we worden onderbetaald, maar het is dit of niets. Als je niets wil doen aan structurele verhoudingen, economisch, tussen Noord en Zuid, dan moet je zwijgen over kinderarbeid. Niet altijd is Bangladesh zo arm geweest. Van oudsher was Dhaka beroemd om zijn geweven textiel die over de hele wereld werd verkocht. Op weefgetouwen in huiskamers werd het textiel vervaardigd, zoals dat ook nu nog steeds gebeurt in kleine dorpen. Toch kwamen al snel de kleine werkplaatsen met 10 tot 20 weefgetouwen. Bangladesh was in die tijd een onderdeel van India en een kolonie van Engeland. En de Britten zagen de ontwikkelingen als een bedreiging voor hun eigen textielindustrie. Om hun eigen industrie te beschermen, hebben ze die van Bangladesh de kop ingedrukt. En wevers die niet gehoorzaamden, het zelfs een duim afraakt. Wat de kolonisering gedaan heeft, dat is
dit subcontinent gedesindustrialiseerd. Niet alleen via militair ingrijpen daar de zaak om zeep geholpen, maar zelfs een tijd lang via invoerbarrières de Indische textiel buitengehouden uit West-Europa. Zo kwam het dat Engeland zijn industrie verder kon ontwikkelen en Bangladesh niet. Na de kolonisering, wat blijft er over? Een Bangladesh dat straatarm is. Een Bangladesh waar je niet meer een directe aanwezigheid hebt van één koloniale macht, namelijk Groot-Brittannië. Maar een Bangladesh dat in het wereldsysteem gemarginaliseerd is en dat eigenlijk bijna blind de commando's moet krijgen van internationale economische financiële instituties en van dat de autonomie om te beslissen over een eigen toekomst bijzonder gering is. In Bangladesh leven veel mensen van wat de vuilnisbelt hen biedt. Alle mogelijkheden worden benut om inkomsten te verwerven. Op de vuilnisbelt wordt plastic verzameld, gesmolten en in plakken weer verkocht. Plastic is 6 jaar. চলার কিনা চলার মতো মনে করেন যে ঢাকার বাড়িতে ভাড়া দিয়ে থাকা সবই তো কিনা আমাকে যে ইনকাম হয় হতে ফ্যামিলি বড় হিসেবে না চললেও তো কষ্ট করে চলতে হয় আমার দুইটা একটা ছেলে একটা মেয়ে In 1947 trokken de Britten zich terug uit Bangladesh. Bangladesh werd onafhankelijk, maar bleef met handen en voeten gebonden aan het Westen. Sindsdien is Bangladesh een ontwikkelingsland en afhankelijk van de leningen die de Wereldbank wil geven. Sindsdien draait Bangladesh mee in wat heet de vrije markteconomie. Je hebt een harde kern van economische sterke landen. En daar zijn ondertussen in opgenomen een aantal landen van Zuidoost-Azië. Dat zijn de winners. Je hebt tezelfdertijd de verliezers van het hele systeem, en dat is onvermijdelijk in de vrije markteconomie, zeker op korte termijn. Landen als Bangladesh draaien heel marginaal mee binnen dat systeem en de prijs die ze betalen is in ieder geval hoger dan de baten die ze hebben. We should remain cheapest, otherwise we will be out from the market. But in order to remain cheapest, not that we keep our wages low, we have to increase our productivity also and make good quality garments. We have to improve the quality so that our garment brings good price. At the same time, we remain cheapest comparative to our competitors. Omdat Bangladesh goedkoop moet blijven voor westerse inkopers, zal het voorlopig nog wel één van de armste landen blijven. De jaarlijks terugkerende overstromingen en cyclonen maken het voor de Bengaalse regering extra moeilijk om het land op te bouwen. Toch brengt het water naast rampspoed ook vruchtbaarheid. Zo is de jute-industrie van oudsher een florerende bedrijfstak en kan 2 keer per jaar rijst worden geoogst. Met geld uit ontwikkelingshulp worden projecten opgezet op het platteland. Zoals hier bij Arong, waar de Bengaalse organisatie BRAC vrouwen helpt bij het opbouwen van hun eigen bestaan. The BRAC social program cannot earn its own money. The money we are incoming is from the
textile projects, some commercial projects, but that is supporting only about 34% of the expenditure. To run the social projects like education program, health program, rural development program, we need sufficient source of fund. About 8,000 women are involved in this production of the silk, textile, cotton, weaving, embroidery, and these women are supporting their families. And when the women in the villages have some income, this income is giving some impact on the economy of the Bangladesh, because when they are having some income, they are spending the money with consumer items and spending this money in other sources. So ultimately the whole impact is affecting the economy in Bangladesh. Voor de vrouwen van Aron is het project van brak een uitkomst. Toch zal het waarschijnlijk niet de uitstraling hebben die projectleider Choudhury ervan verwacht. Wat we in de eerste plaats doen, is ons geweten sussen, is een aantal projectjes opzetten en ons dan nog eigenlijk zeer manmoedig op de borst kloppen van zie eens hoe edelmoedig wij zijn. Voor het ogenblik is ontwikkelingssamenwerking, denk ik, niet veel meer dan een soort van zelfbedrog van wij zijn wereldburgers, wij zijn humanisten. Wat we met de ene hand geven, mondjesmaat, nemen we met de andere hand 3 keer, 5 keer, 10 keer terug. De winsten die door buitenlandse kledinggiganten worden binnengehaald, staan in schril contrast met de lokale opbrengsten uit projecten die met ontwikkelingshulp worden gesteund. De producten van de vrouwen uit Aron worden hier in het Westen in wereldwinkels verkocht. Wij willen dus een signaal uitzenden naar de rest van de wereld, zeg maar, dat er iets mis is met de handelsstromen in deze wereld en dat die handelsstromen zoals ze er nu uitzien, verantwoordelijk zijn voor het creëren van armoede in de derde wereld. En daartegenover willen wij een symbool stellen, een symbool dat er dus daaraan iets moet veranderen en dat dus in de eerste plaats eerlijke prijzen moeten gegeven worden voor grondstoffen uit de derde wereld. Wereldwinkels stimuleren de alternatieve handel en bestrijden de onmenselijke verhoudingen in de reguliere wereldhandel. Dat zoiets niet altijd een utopie is, bewijst de Bantay pettenfabriek in Bangladesh. Door iets meer te vragen voor zijn product, is de manager in staat de kinderen van zijn werknemsters op te vangen. Ze kunnen eten bij hun moeders in de fabriek en daarna gaan ze naar de crèche of naar een schooltje. Saidur Rahman, de manager van de fabriek, vertelt wat hij vindt van de opstelling van Westerse inkopers. Oh, of course, it's a business. You will buy from any place where you can get things cheap. I can't blame them. But if they want to create an environment, a stable environment, you know, the way these people are working now, this will not continue for years. Slowly, they are poorest of the poor. They are disadvantaged. So they accept any wage you offer. But slowly they are getting awareness. Their eyes are being opened. So it's a question of time when they will come and demand the due wage. That time there may be a confrontation. If we want to avoid that, then there should be a bridge between the buyer in Europe, the manufacturer in Bangladesh, and the workforce. And if we can develop a good bridge, then it is good for profitable and congenial for all the parties involved in this business.
Een overeenkomst tussen fabriekseigenaren, inkopers en arbeiders zou kunnen bestaan uit een gedragscode waarin de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn vastgelegd. De kledinggigant Nike heeft zelf al een gedragscode opgesteld. Nike laat zijn kleding onder andere vervaardigen in de Yongwan fabriek in Bangladesh. In our factory as well as in the export processing and so on, I must say, the environment is excellent. And if you look into my factory, we believe that our environment is very good and I believe you can have a look around. De Yongwan fabriek bevindt zich in een zogenaamde vrijhandelszone in Bangladesh. Hier hoeft men geen in- en uitvoerrechten te betalen en heeft de regering van Bangladesh voor de fabriek aantrekkelijke voorwaarden opgesteld. De gedragscode van Nike verbiedt onder meer kinderarbeid. Maar controle van buitenaf laat Nike niet toe. En ook de vakbond komt in de Yongwan fabriek niet binnen. So there is a government restriction so far that you cannot have union, so that you can have a better, because they are looking into it by themselves, the authority by themselves, they work for the welfare of the workers. There is no labor union here, but it doesn't mean that they are deprived, because the export processing zone authority, they worked as a collective bargaining agent. They work as an as a union, like they look into the welfare of the workers. They come up across the table, they set up the rules and regulations. Een regering die voor vakbond speelt. Op die manier wordt een gedragscode alleen gebruikt om het sportieve imago van Nike hoog te houden. De Schone Klerencampagne wil een gedragscode die verder gaat dan die van Nike. Deze is gebaseerd op de normen van de Verenigde Naties. Vrijheid van vakbond, leefbare lonen, geen gedwongen overwerk, goede arbeidsomstandigheden, geen discriminatie en geen kinderarbeid. Verder wil de Schone Klerencampagne dat een winkelbedrijf zich openstelt voor onafhankelijke controle. Het keurmerk zal verschijnen op de winkel, zodat de consument zeker weet dat hij schone kleren koopt. In Brussel startte de Schone Klerencampagne met een kaartenactie gericht op de kledingproducenten en de grootwinkelbedrijven. C'est d'envoyer cette carte qui n'est pas une carte agressive, qui demande simplement à ces marques, à ces distributeurs, si ils sont conscients des problèmes sociaux dans la production et si ils appliquent des critères sociaux. Als winkelbedrijven met deze gedragscode instemmen, zal de consument iets van zijn welvaart moeten inleveren. De vraag is, willen we dat opgeven? Willen we inderdaad niet alleen symbolisch iets gaan doen aan dat soort van dingen, willen we op een andere manier bepalen wat welzijn is voor ons en dat koppelen aan welzijn voor mensen in andere werelddelen. Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij.